Ja. Had Jan al gezegd, wat is dat Reddy Flood op een pigtail dan of zo? Ik zeg, ik heb alle kaarten bij uit, maar het is gewoon midden in koraal. Weet je waar, in een soort lijstbal aan de vis. We lost one man of the crew from the ship. And they ask for ships to looking. A lot of stones on one side in the net. Dat is een smaller ship. It was one beam was coming over en we turned hem around. But they found everybody else? Yeah, three men. They found it up to the world of them. I was 17 years. I was 17 when I came from school and I was starting to face. I thought, this is life. This is for me. This is everything I want. It was very beautiful. Het is elke week weer anders. Het is geen eentonig berg in ieder geval. Er is geen druk van walrust erop. Je doet je werk en je hebt voor de rest eigenlijk nergens mee te maken. Twee jaar geleden zijn er heel veel ongelukken gebeurd op zee. Dan werd ik echt wel eens bang als mijn man naar zee ging. Dan dacht ik, oh, als hij snel niet thuis is. Ja, dat denk ik altijd wel hoor. Als het hard waait hier op Urk, dan denk ik van, ja, hoe zouden ze het aan boord hebben? Want als je volk op zee zit, dan weet je toch wel heel bijzonder voor degene die op zee zitten. In ieder geval mijn zoon en mijn schoonzoon. Dat ze weer veilig terug mogen komen. Natuurlijk mis je hem ergens wel. Vooral als het slecht weer is, dan leg je echt wel eens als het echt erg stormt, lig je wel wakker. Dan denk je, oh, als alles maar goed gaat, als hij maar weer binnenkomt. Dat is wel vaak zo, dat je denkt, nou, als hij er eerst maar weer is. Kijk, elke keer als ik naar zee ga zwaaien, dan laat ik wel altijd even mijn gezicht hier zien, zondagavond. Even gedacht zeggen. Ik ga nooit de deur uit zonder gedachten zeggen. Dan zul je krijgen zien als je geen gedag gezegd hebt dat je het leven laat of zo. En ja, dan voor die moeder is dat niet zo leuk dat je niet even een gedag heeft kunnen zeggen. En ik weet zeker, als ik zelf geen gedag zeg, soms avonds, dan komt ze wel bij me langs. Om gedag te zeggen. Ik ben nog maar 2 visser. Ik ben erin gegroeid dan. Mijn vader had skate. Als klein jongetje van een jaar of zo, ga je in de vakantieschalen een beetje mee. En dan is ook een groeier, zag je dan. En je gaat naar de basisschool, ga naar de visserijschool. En die maak je af en dan
En is de rest van haar leven is zeg maar één lijn. Vissen en werken en thuiskomen, vissen, een beetje thuis blijven. Een beetje vakantie. Nou, en dan ga ik weer, daarna ga ik weer verder wezen. Het is niet altijd plezier om er elke week mee. Als je ziet dat het zonder zaal zwaait, is het niet plezier om er naar huis toe te gaan. Ik ben graag thuis hoor, dat wel. En vooral je gasmanen weg en je kijkt naar de vrijdag of naar de zaterdag kijk je uit. Je hebt elke week weer iets om naartoe te leven. Lieve vrouw, lief kind. En dan ben je erbij en dat is gewoon fijn. Zonder zaal is altijd een beroerde avond. Maar ja, zo gauw op weer maandagmorgen is, dan is dat weer van je af. Nou ja, maandagmorgen worden we dan opgehaald en komen we op het schip. En dan, normaal meestal, dan hebben we nog wat netwerk te repareren. Nou, dat maken we dan. Op zee, iedereen heeft zijn taak. Je hebt een kok, een machinist. Dus meestal als wij aan dek aan het werk zijn, dan gaat de kok die gaat het eten klaarmaken. Je bent met zes man aan boord, is eigenlijk gewoon een grote familie. Je moet met elkaar op kunnen schieten. Aan land werken, dat is niets voor mij. Elke dag in huis en elke dag in jouw slaap. En s'morgens je wekkertje en s'middags laat in huis of vroeg. En s'morgens de deur vooruit, dat is niets voor mij. Op zee, dan voel ik me vrij. Dan voel ik me, ben ik meer in mijn element. Ik ben op zee, voel ik me prettiger als ik thuis ben. En dan gaan we stomen. Dus meestal ligt eraan waar je vist. Maar ja, meestal is het wel een uurtje of 10 dat je vaart. Maar ja, dan ga je slapen. Of je moet de wacht houden een paar uur. De grootste kattenvloot van Europa. De bakkenvloot dan, hè. En allemaal mooie schepen. Kijk, we hoeven niet te verhelen dat we het fijn vinden dat er zo'n vloot opgebouwd is. Maar om nou te zeggen, jongens, dat hebben op de borsten slaan, dat ligt niet in de volksaard. Doe maar gewoon, zeggen ze hier altijd, want het kan zo veranderen. Oorspronkelijk een eiland en een paar Urker boeren had je nog. De rest van de bevolking dat viste. Dan zijn we met een kleine bolletje nog, met een botter of met een schuit. Verschillende scheepstypen, hè. Daar hoeren ze dan mee. Ze zeggen wel dat die goede oude tijd, maar die tijd die was hard. Gewoon hard. Dan hebben we nu niks te zeggen. Totaal niks. Want het is vroeger vaak voorkomen dat de mensen geen eten hadden hoor. We are now sitting here and we are going so to sea. It's the coast of Netherlands there. In there you can see all the boys and all the wrecks. They are standing in this computer. But you cannot have accidents or see. Je stond eerst met een stek toe, met je wezen moet. En dan is je continu een uur af. Een uur op, een uur af, een uur op. En dat gaat zo een hele week door. Of zoals wij dan varen, wij varen meestal 2 weken. Ik zoek de vis op en ik vaar mee en ik sta hier dag en nacht. Nou, als je dan op je stek bent, dan gooi je de tuigen en het net overboord. En dan ga je vissen. Ja, en dan de rest van de week is het 2,5 uur vissen. En dan is het een uurtje aan dek werken om de vis te verwerken. Dan heb je, 1,5 uur over.
die gebruik je dan om te eten, te slapen of voor ontspanning, film of lezen. Ja, en dat gaat gewoon de hele week door. Is dat je dikke visserijen. Dat je echt van die trekken doet, zeg maar, dat je zegt van nou, als ik er daar 10 van doe, dan hebben we een dikke week, zeg maar. Ja, je bent gewoon de hele week alleen. En dan valt je automatisch ook veel op elkaar terug. Een landman is met de koffie thuis, tenminste hier op Urk, dan als je hier op Urk werkt. Ze komen met het middageten thuis. Ja, een stukje gezelligheid mis je soms wel, vind ik. Ik vind het heel gezellig als mijn man er is en we met z'n allen aan de tafel zitten. Daar geniet ik gewoon. Kinderen erbij en mijn man en lekker gezellig kletsen en elkaar van alles vertellen. Ja, dat heb je niet als je vissersvrouw bent. Dan moet je dat zelf allemaal doen. Bij de geboorte van mijn twee kinderen, mijn twee jongens, toen was mijn man er niet. En dat vond ik heel erg. Dat zijn toch hele mooie momenten in je leven. Een van de mooiste momenten, denk ik, als je kinderen geboren worden. En toen voelde ik me ook heel erg alleen. Ja, dat ik nog geen gezin had, van mij, ik weet niet wat hoeveel weken weg. Ja, je hebt nu een gezin thuis zitten en je bent wat aan wennen. Je begint naar ze te verlangen als je nou al 14 dagen terugkomt, dan ben je blij dat je thuis bent. Maar... Als mijn man thuis komt en hij is heel moe, dan... Zorg ik dat zijn bad klaar staat en dat zijn kleren klaar liggen. Dat hij lekker onder de wol kan. Ik hou de kinderen stil, dat hij lekker slapen kan. Ja, meer kun je dan eigenlijk niet doen. En je moet zorgen dat ze een gezellige weekend hebben. Nou, nee. Ja, de anderen misschien wel, maar ik heb toch... Kijk, ga ik voor lange tijd weg dan? Denk je wel, hoe zullen ze het hebben? Of, ja, toen ik nog een vriendin had, ja, dan dacht je door de week nog wel eens, wat zou ze doen of hoe is het met haar? Maar nou, echt missen niet, ja. Kijk, als je een gezellige ploeg hebt, dan wordt een gezellig team, dan die week is ook heel snel voorbij, daar heb je geen erg in. De tijd die vliegt dan voorbij.
Vooral als je ook nog wat vangt dat je deelt in de weer bent, dan is het zo voorbij. Meisjes, met rode haren, zullen je zeggen wat liefde is, toen ik haar zag, op het balkon. Ik zag haar in, hun in de zon. Zij was heel mooi. Ja, dat is waar, maar het mooiste was haar rode haar. Ja, meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dan ik ik werk in de vis, in de zalmfabriek. En ik verwerk zalm als, in winkels en restaurants. Ik had echt een hekel, vieze stank. En je hoort dan weer van anderen, nou, het verdient goed. En daar reageer je toch op. Oh ja. Maar met een beetje muziek kom je er wel doorheen. Dus, Meestal als je van de middelbare school afkomt, dan... Ja, daar gaan ze meestal de vis in. 17. Ja, ik ben nu 19, dus 17. Nou ja, werk bevalt me niet meer. Ik ben hier een beetje uitgekeken. Ik wil toch wat anders proberen. Ik wil wel graag over de wereld rondtrekken en wat zien. Als ik tijd heb, ja, dat zal ik wel niet krijgen. Ik wou graag in Azië kijken. Nepal, dat trekt me erg. Dat vind ik, zou ik nog wel eens willen kijken. In China, in die grote steden, New York. Dat trekt me erg. En dit is dan zo'n boomkarschip. Dat is eigenlijk een viskotter. Dit schip is, wat casco betreft, is bijna klaar. Je ziet dan nog alleen het stuurhuis niet. En de masten, maar dat lukt hier natuurlijk niet in deze loods. Want deze werf is eigenlijk ongeveer 30 jaar geleden gebouwd. Op het maken van schepen tot ongeveer een 30 meter. En de visserij is zo groot gegroeid. De schepen moesten meer kracht hebben. Er moest meer pk's komen om vis zo snel mogelijk binnen te krijgen. En daardoor zijn die schepen van klein naar groot geworden. Dat kun je rustig stellen. Dat de schepen, want vroeger, dat was ook eigenlijk al voor mijn tijd, dan had je die houten botters. Nou, er zijn er heel wat gegaan met stormweer. Maar deze schepen, die hoeven eigenlijk niet meer zondags te kijken van wat is het morgen voor weer. Want ze gaan er, al is het nog zo'n stormweer, ja, of het moet echt heel uit de hand lopen. Maar je maakt eigenlijk niet meer mee dat ze thuis blijven. And you're coming from land and you go to sea, it's very difficult to take that job. It's another life. Because we are taking the nets over the ground for 2 hours. Then you must take the nets up. You are standing 1 hour on deck. You can sleep an hour. 1 hour on deck. Sleep 1 hour, 1 hour on deck, sleep 1 hour, 1 hour on deck. And that's the whole week. But sometimes your nets is broken. Now you must stay for 6 or 7 hours on the deck to repair your nets. And then you must go for an hour in the bed and you've broken something for the second time in 24 hours. Then you don't have got sleep. Then when you are Saturdays at home, then you are broken. You are very tired.
Kijk, vroeger was het maar, werd hier nog allemaal roestbaar gemaakt. Je kunt nergens meer aan tillen. Het is allemaal mechanisch. Maar ja, motoren worden niet moe. En mensen wel. Het is heel wat een afmatten bestaan hoor. Als je dat, dat kun je echt niet doen dat je pensioengerecht op de leeftijd. Mijn toekomst, ik ben 35. En ik heb tegen de vrouw gezegd dat ik nog een jaar of 10 visman ben. Dan vind ik dat ik mijn leven lang genoeg op zee gezeten heb. Maar de meeste skippers, wat werk dan is zo, wie in 50, wie in 45 of 50 en die stoppen ermee, die zijn het jaar erop, zijn ze dood ook. Dat is geen leuk vooruitzicht. Nee, maar ja. Zo wil je dat werk dan, hè. Een hurker is wat erg dingen betreft niet zo praterig. Want ze hebben dus een keertje erg benauwd gehad. En dat hoor je dan pas weken later. Dan moet hem zo toevallig zo eens uitkomen. Toen, ja, ik weet ook niet precies hoe het gebeurde, maar toen ging het schip een stukje slag zij het water in. Daar waren ze wel van geschrokken. Dan hadden we Noordwest negen. En toen gingen we, zouden we de netten ophalen en toen knapte de giek ermee. Toen, de giek die zat onder het schip door. Toen kregen we de beide netten aan één zijde. Ja, toen konden we ook niet meer sturen. Ja, toen lagen we met de stuurhuis te met in het water. Dus toen hadden we de reddingsvest wel aan. We stonden nog bij de reddingsvlotten. Ja, toen dachten we dat we om zouden kippen. Ja, toen hebben we de lijnen even doorgeslepen. En toen kwam de katten weer recht. We hadden twee netten hebben we losgemaakt. Ja, dat was een erg kritiek moment en dat zal ik ook nooit vergeten. Nou, we denken, dit was het. We stonden die jongen dan met de reddingvest aan. En daar waren wij lagen te vissen. Was het ondiep. Je kunt beter in diep water vissen als met slecht weer dan als ondiep. Want dan krijg je grotere zeeën. Maar dat was echt de eerste keer dat ik bang was. Nou, bang. Daar heb je op dat moment heb je daar geen tijd voor om bang te zijn. Want dan moet je vliegen en haasten om... Ja, om weer goed te komen, om weer recht te komen. Ja, je bent tegenop wel bang. Ja, en je sterft van de zenuwen natuurlijk. Je denkt elk moment van, zal hij nou wel of zal hij nou niet? Maar ja, dan op dat moment dan dringt het wel tot je door. Maar ja, toen we weer overeind waren, dan was het... eerst een shaggy draaien. Dan ben je dat weer vergeten. Ja, maar ik had hem misschien anders nooit meer teruggezien. Dan ga je pas nadenken hoe gevaarlijk het aan de ene kant ook is. Maar ja, bedoel, maar dat kan natuurlijk ook hier aan de wal. He, met een auto weg en een ongeluk dat je wat overkomt. Dus dat kan ook. Begrijp je? Als ik nou mijn broer naga, onze Ben, ja, die is ook verongelukt met de auto. Nou ja, dus uiteindelijk, overal is gevaar. Overal is gevaar. Je moet overal bewaard worden. Ik bedoel, ik kan ook van mijn fiets vallen. Dat is het niet, maar zeg ik wel, in het ene beroep sta je meer gevaren bloot dan in het andere beroep. Anders een ander beroep. Nou, een visserman is een gevaarlijk beroep. Ik neem altijd mijn petje af voor ze. Dat is nou niet omdat het, maar dat is gewoon zo. Ik vind, een visserman op zee moet hard werken. Zo heeft de visserman het vaak, dat hij niet aan zijn rust komt. Vooral de laatste nacht. Ja, dan moet die vis gelost worden, stomen. Maar even gewoon een week reizen en dan zijn we zaterdags morgens in de haven. En dan zetten we onze vis op de vrachtauto. En dan... Dan gaat de burg aan, naar de afslag, dan wordt er verkocht. Tong, schol en bot als platvissoorten, ook nog tarrebot en griet. En wat rondvissoorten betreft, schelvis en kabeljauw en onder andere wijting. Uitziet soms, dan doen we wel eens eventjes...
het ruggetje voelen van jongens, hoe ziet het eruit. En och, dan gooien we zomaar een paar op de kop. Je telt dus hoeveel er staat van een boot. Dan heb je een aantal boten in je hoofd van jongens, de UK 243. Dus dan ga ik daar zitten en denk ik, nou, de 243 heeft wel een mooi scholletje of een mooi tongetje. Ik heb een bepaalde prijs. Zit mijn buurman hoger, heb ik pech, dan moet ik naar een andere boot kijken. Heb ik hem dus wel, dan schrijf ik het op en dan heb ik die boot dus gekocht. Bier drinken. En met ja, gezellig met mijn vrienden en met vriendinnen ja, dansen, stappen, gek doen, gezellig doen. Ik was op zee, maar dan gaf windkracht 8, 9 op. Ja, dat is voor ons een beetje te gevaarlijk of zo. Ja. En aangezien wij zondag niet vissen, nou, hadden we dan die zondag moeten drijven. Ja, dat met windkracht 9 uit Zuidwest. Best. Ja, dan is dat niet prettig. Dus ze zeiden skipper, maar we gaan maar naar binnen. Maar het liefst had ik op zee geweest. Nou, geld verdienen. Vriendin, ben ik. Ik heb er zoveel. Ja, dat is waar. But my mother is very religious. And to keep my mother as friend, I can't go with everyone. My mother knows everything. She hears a lot of things from my friends and from neighbors. Yes, I had a girlfriend for 3 years. I did everything with her. So she said, what are we going to do? Are we going to marry or something? I said, we go and marry after 3 years. I said that we are looking for a house. And we came in a house, she said, oh, this is a beautiful house, I want to live in this house. So I bought a house for 260,000 guilds. And I go to sea for 10 days and I came home. And she said, it's over. I said, why? Nah. I've got a new friend. I said, oh, it's nice for you. I said, where's your new friend? She said, nah, that's my new friend. I said, oh, I said, your new friend. I hit him and there was a very big fighting. And if you touch my woman or my girlfriend, I kill you. Yeah, that was because the beer. I'm not killing him. Nou, altijd ruzie en zo. Liep niet meer. Dat heb ik huig gemaakt. She said, I break with you, but can we still be friends? Ja, we hebben een paar weken terug hebben we ook nog een beetje scharrel gehad, maar dat liep ook niet erg. After 1 week I said, no, the trust is gone away. I can't trust you anymore. Go away, I don't like you anymore. Because now I'm going Tuesday for 40 days away, and when you are going to sea, you all the week are thinking what is the girl now doing? Is she going with another guy, or is she at home? I said no. When I'm on sea and you are going out with another man, it's never come back again like before. Zij ging vreemd, de lauw ging vreemd. Laat ik het zo zeggen. Dan heb je al een keer de verstandhouding in jezelf. Stuk voor stuk, wie God verlaten heeft, smarte vrezen. En zo is het in de praktijk ook.
Dat is een mens die acht geeft op zijn wegen, op zijn weg om handel. En tracht naar Gods geboden te leven. Dan geloven wij wel dat hij ook gezegend wordt en zit hij in nood. Dat de Heer naar zijn muur om hem heen staat. En dat ben je ook nodig in het leven, want het leven is kort. En de dood neemt ieder uur. En dat weten wij op dit dorp al heel bijzonder. Dat we dat betreft geen illusies hoeven te maken. Wij zijn zo opgevoed, van huis af aan. En ik bedoel, in je leven maak je allemaal wat dingen mee. En je zit wel er op zee, je zit wel er in nood. Maar ik bedoel, daar vinden wij toch altijd onze kracht op binnen terug. Ja, mensen zijn erg vergeetachtig. En daarom, als de mens voor de wind gaat, dan denkt hij minder aan dat er God in de hemel is. En zit hij in de benauwdheden, dan. Dan denkt hij te gedurig aan. Ja, met slecht weer. Dan een beetje gerust. Maar dat, ik bedoel, bij Spaans, dat weet je altijd. Dat je je behouden vaart en weer veilig terug mag komen. Met de visserij zijn maar, want we vissen anders niet. Dan lees je weer een stukje de Bijbel uit. En we praten met die jongens over. Je bent eigenlijk niet op zondag vissen. Ja, als er al vijf man wil vissen, dan zeg jij eigenlijk van, nou dan ga je niet vissen. Er staat in de Bijbel, zes dagen zult gij werken en de zevende dag zult gij rusten van uw arbeid. En dat wil niet zeggen dat ik als een pop in de kamer moet blijven zitten, maar toch wel dat ik die dag aan de Heer wijd en niet aan mijn sociale status aan geld verdienen. Die zondag is ook een familiedag. En je gaat even zo'n dag naar je oude vader en moeder toe. My body is out of the ocean. Me bonnie is out of the sea, me bonnie is out of the ocean. I bring back my bonnie to me. I bring back my bonnie to me. I bring back my Tommy to me. Ze weten allemaal dat ik christelijk ouders heb en dat ik christelijk ben. Dus ze denken allemaal dat ik ga. Ja. Ik ben al een paar jaar niet meer geweest. Maar. Misschien hier ook jongeren op Urk, die gaan wel naar de kerk. Maar dan zitten ze er lichamelijk, maar geestelijk zitten ze er niet. En dan zitten ze ergens anders. Kerk, dat trekt mij niet erg. Ik geloof toch wel. Maar niet in die kerk, dat vind ik een beetje tijdverspilling. Ik zit er niet graag, want ik word er ook een beetje raar als ik er zit, want ik krijg het telkens in mijn buik en misselijk. Maar het is gewoon een gevoel dat je er niet uit kan, of dat je midden in een bank zit en dat je eruit moet en al de mensen naar je zitten kijken, dat kan ik niet tegen. Nou, mijn moeder en mijn vader zitten wel vaak tegen me bezig van, ga je morgen met me mee? Ga je naast mij zitten of moet ik jou behalen? En elke keer zeg ik wel van, ja, ik kom wel, maar. Normaal als ik dan, ben ik zondagsmorgens nog een beetje moe. Of ik verslaap me. Ja, daar ga ik niet heen. Ja, en smiddags, ja, dan zit ik met mijn vrienden. Die kleine krol, ik zit erbij dat je hier. Ik heb zelf met mijn vrienden ook een bar voor de zondag, omdat zondag alles dicht is. Wij zelf hebben een grote zeecontainer. En die hebben we gewoon ingetimmerd. We hebben de banken ingetimmerd. We hebben er een bar in gemesterd. Nou, een radiootje, wat lichtjes. En dan zitten we daar gewoon met ons eigen ploegje. Zondags praten. Even gezellig. En dan zijn de vriendinnen er meestal ook allemaal bij. Maar anders dan moet je huis zitten omdat er niets open is hier. Ja, je vrienden vandaag zeggen dat je bent weggaat. Een praatje en ja, zeg je ook een keer succes tegen elkaar.
20 jaar terug was het gemakkelijker om voor jezelf te beginnen, een schip te kopen, dan nu. Je moet papieren bijkopen, quota, en dat is allemaal erg duur geworden. Quota's die zijn er eenmaal nodig om de hoeveelheden vis die zich in de zee bevinden te kunnen beschermen. Als er geen quota zouden zijn, dan zou elke visser maar net zoveel vangen als dat hij kon. En dan bepaalde bestanden vis die zouden dan overbevist raken. De visserij is wel wat minder geworden. Vraag me 15 jaar af wat ik nou op zee zit. Dan is het wel wat minder geworden. Maar je ziet toch elk jaar, dan krijgen we een schoolexplosie. En dan krijgen we een tongexplosie. En dan zeggen ze, waar komen die tongen nou heen geven? Nou, dat weet een bioloog niet. Dat weet je mens. De biologen die hebben vaak een andere mening. De zee is erg dynamisch en het is heel erg moeilijk om daar inzicht in te krijgen. Maar de historie heeft wel geleerd dat een beperking van vangst noodzakelijk is. Dan moeten ze maar een week met ons meegaan, want wij onze netten die puilen uit met kleine visjes en dat nog even moet groeien, maar die zee die zit gewoon bomvol. Die bewijzen zien wij iedere week. Wij hebben dan 5 jaar terug heb ik een Nederlandse kwant verkocht. En toen zijn we onder Engelse vlag gegaan met dit schip. Nou, wij hebben dan een geluk hier in Engeland. Wij mogen over het algemeen meer schol vangen als de Nederlandse vissers. Veel mensen denken dat ze geen toekomst meer hebben. Dat is niet voor mij. Er zijn nu veel mensen die stoppen met vissen, die zoeken een baan aan de wal. Dat ze een beetje meer zekerheid hebben, dat ze verdienen in een jaar. Het is gewoon nu, het is voor ons ook een gok. Maar ja, we proberen een bedrijf te vernieuwen. Oude schepen laten wegvallen en nieuwe schepen ervoor in de plek te plaatsen. Zolang dat financieel mogelijk is, zullen we dat toch door proberen te zetten. Als je het omrekent, dan moet je wel idealist zijn om het te blijven doen. Dat je nou nagaat, als je in een schip gaat investeren, een nieuw schip, dan moet je allemaal naar bij de 8 miljoen gulden moet je denken. Nou, als je de hele handel verkoopt en je zet je centen op rente of je doet er wat mee, verdien je 3-4 keer zoveel als dat jij vaart met dat schip. Want een kotter en de boomkarvisserij, dat is een verschrikkelijk geldverslindend bedrijf. Dus er moet wel een beetje idealisme achter zitten. Buiten de stress natuurlijk van de regelgeving en alles om, denk ik dat je gewoon een vreselijk vrij beroep hebt. Je kunt zelf keuzes maken samen met je bemanning. Je bent dan in een teamverband bij, zo close met elkaar. Ja, zoveel te meer vis, zoveel te plezier. Als er ruim vol vis staat, dan kunnen ze niet stuk. Gezellig met z'n vieren. Echte en ook een paar andere. Nou, een lekkere, gezellige visweker maar. Het was geen mooi weer, maar het was wel goed visweer. Dat was het wel. De baasman die boven stond, die had mij een keer begrepen. En die had een per ongeluk
iets te ver noord in laten vissen. En toen heeft hij waarschijnlijk heeft de een net waarschijnlijk een grote steen gegrepen. Er zijn stenen van 5-7 kilo en groter. Hij had een, aan de ene kant de steen eruit en aan de andere kant niet, maar dan de kattertail. En het gewicht wat er aan de ene kant in zat, toen is het wat er gewoon omgekant. Het is gewoon heel erg snel gegaan, te snel. Toen ben ik in zee gesprongen. Ik heb de vlot aangesprongen. Ben ik erin geklommen. En toen kwam even die andere twee jongens, die kwamen achter me aan. Die heb ik erin getrokken. Klasjel en Kees heb ik erin getrokken. En je hebt een lijn die heet in je katter vast en die zit aan je vlot vast. Dat is voor als je je vlot niet wegdraait. Maar ja, die kan wel niet meer loskrijgen, want ik kan geen mes vinden in vlot. Nee, die kant lag helemaal op zijn zijde. Die is aan pech. Ja, ik was bang dat dat de touw ons mee zou trekken naar zeeën. We zaten met z'n allen, met z'n vierten zaten we in de vlot. Dus we zijn allemaal ondergetrokken. Toen was die lengte van de touw zo leek het dan. Was precies lang genoeg. Dus dan, nou, die kant, of die de vlot dan, ligt de hele tijd zo onder water gestaan. Nou, Kees werd eruit gespoeld en ik kwam aan de goede kant van vlot terecht en Kees aan de verkeerde kant, want de ene stroom niet, dus we zwemmen hier niet tegen. Ik dreef op een vlot aan en hij dreef van een vlot af. En wij lagen toen bovenop de vlot in. Toen zouden we dan de Kees vlot niet aan kunnen grijpen. Je raakt wel een beetje in paniek, hè, maar als je erin ziet drijven. Als je achter een man zwemt, dan... Je wilde wel achter, maar dat kan niet, want dan ben je zelf ook weg. En een van die jongens zei wel gelijk tegen mij, ik ben gekandeleerd met je broer. Ik zei, nou laten we het daar nog niet over hebben. Wij hebben zelf gebeden. We hebben over Kees gebeden. Maar ik van mezelf dacht al gelijk van... Alleen een wonder kan hem nog redden. Maar ook alleen een wonder kan ons nog redden. Nou, wij zijn wel gered. Kees niet. Ik ben wel heel erg geschrokken dat ik dat hoorde. En dat is 's nachts gebeurd. Ik weet het alweer. Ik hoorde het 's morgens vroeg dat ik de kinderen naar school bracht. Ik stond er bij het hek en toen hoorde ik het dan vertellen door andere mensen die ook hun kinderen naar school brachten. En toen schrok ik heel erg. Dan ga je eerst denken van, welke kotter, hè? Maar toen werd er gelijk gezegd, die en die kotter. Dus dan weet je van, ja, het is wel raar natuurlijk, maar je schrikt heel erg. Want toch denk je bij jezelf van ja, het kan ook hun kotter wezen. Maar als je dan hoort dat het iemand anders is, dan schrik je even goed natuurlijk. Je hebt echt die familie in je gedachten die achterblijft. Bidden of die jongen toch gevonden mag worden. Heel erg denk ik wel, bid voor die mensen. Toen waren we zelf ook op zee, ja. En toen, zijn ze zoektocht begonnen. Ja, wij lagen aardig ver uit verwijderd van dat schip. Daar zijn we dan wel gelijk naartoe gevaren. Toen hebben we daar met een korter of 30, 40 schepen hebben we daar aan zoeken geweest. Ja, niet gevonden. Het is normaal als er iemand overboord valt, zeg maar, dat je collega's oproept, nou, ik ben er iemand kwijt. Hij moet dus ook er al een regel. Hij is even wacht. Oh.
op het draai ben, dan pak je de nodigste. Kom op naar een 17 mijl. Op het. Ja, dan ga ik een beetje kracht op. Dan wacht ik even tot je luid draai bent. We zijn wel werk wel zo eengezind met elkaar, zeg maar. En op werk hebben we 100 schepen. En dan die 100 schepen die stoppen gelijk met de visserij en die, nou ja, die gaan naar de bezoek. En dan neemt er meestal één of twee nemen de leiding, zeg maar. En die, dan leggen ze een 30, 40 korters op een rij. Het tuigen net onder water, zeg maar. En dan proberen we die jongen weer op te vissen. Dan interesseert de vis. Voor hetzelfde geld overkomt het mij morgen. Nou, dan heb je maar even wat te zeggen. En, alle schepen komen bij elkaar en dan probeer ik het te zoeken. Nee, maar ja, aan de ene kant ook je toch niet dat je hem zelf in de netten hebt. Maar dan dus over tijd aan ga je die netten dan weer halen. Of je misschien in het net hebt. Dan je hoopt wel dat je hem vindt, maar op dat moment dan denk je bij jezelf, nou ik hoop dat een andere vangt en niet dat hij bij mij in het net zit. Er is wel een herdenkingsdienst voor de jongen gehouden, want die is nooit gevonden. Dat is wel heel erg. Iedereen vindt het vreselijk, maar het is toch eentje van je gemeenschap, wie het ook is. Dus, en voor die ouders is het vreselijk. En nou helemaal, want hij is uiteindelijk ook nog nooit meer gevonden. Dus dat lijkt me iets vreselijks. Als je kind, als je nog maar terug nog kon begraven, dan wist je tenminste dat hij er was. Maar nou, dit lijkt me iets heel ergs. Twee van mezelf zijn Kees gestorven is, dus... Maar ja, die begraafplaats mis je toch wel. Ja, dan rond je toch... Een bepaalde periode rond je dan toch af. Meestal is het zonder zelfs dat je dat angstje dat je niet meer durft. De eerste week weer dat je meegaat. Dan heb je duizend angst. Dan denk je, dit loopt nooit goed af. Ik ben er weer toegekomen omdat ik gezegd heb voor mezelf van als ik moet sterven, of ik dan thuis ben of op zee. Dat hou ik zelf niet tegen, dat heb ik zelf niet in de hand. Nou ja, die gedachten, daar heb ik dan steun aan om dan toch weer naar zee toe te gaan. En het nieuwe schip, dat is dan genoemd Kees Korf. Dat is een beetje een soort eerbetoon. Een fijn schip is het, een fijne bemanning. Er is toch een leuke plaats. Want andere Kees er ook rondgelopen. Als hij niet verdronken. Ben jij wel eens echt bang geweest? Dat je het stikkend benauwd had? Als jongen ging ik wel eens mee met mijn vader. Vaar. En op een dag waren we in de Duitse bocht.
kwamen terecht in een geweldige storm. Tenminste, wat ik een geweldige storm vond. En die golven waren zo hoog. Dat je het ene moment helemaal boven op die golf zat. Met dat kleine scheepje. En dat je een geweldig uitzicht had over de zee. Maar het volgende moment, dan viel je in een heel diep dal en dan zag je voor je een muur van water oprijzen. Er zijn er hier duizenden geweest in dit kerkgebouw die dat hebben meegemaakt. En toen ik Psalm 107 las, dacht ik, ja, het is waar, je lag wel als een dronken man. Ik lag klem op de brug in een hoekje met mijn benen, lag ik heen en weer ronde. En ik stond daar doodsangsten uit. Vader stond met nog het ouderwetse roer van de Trompenburg, zo heette die boom, klem. Zei niets en draaide een schik. Op een gegeven moment, toen vroeg ik, met een geel pa, ben ik nou niet bang? Toen zei hij, natuurlijk ben ik bang. Dat maakt varen zo mooi. Vissen is toch ook wel een mooi beroep. Tenminste, mijn man vindt het wel een mooi beroep. Je bent toch, op zee is toch evengoed, heeft het ook zo'n mooie dingen. Ja, en het is toch ook een stoer beroep, vind ik. Ik vind het altijd heel leuk als mijn man thuis komt en dan stopt de bus voor de deur en dan komt mijn man naar buiten, plaatje, emmer met vis. Tas op zijn rug. Vind ik altijd heel leuk als hij daar zo binnenkomt. En dan de kinderen, ah, er is vader en die vliegen naar buiten. Op zee als er weer eens iets gebeurt. Je bent altijd bang. En het leven is aan breed gesteld. En dat hebben we al vaak meegemaakt hier op Urk. Dat je wat zomaar weggenomen. Hè, de zee die geeft, maar die neemt ook. En dan leef je wat dichter bij de natuur, dan denk je er anders over. En ben je blij als het je goed gaat, ben je blij vanzelf. Maar gaat het je niet goed, moet je het ook dragen. Moet je ook niet schelden. Hoe moeilijk het misschien ook is om te zeggen, maar ik geloof dat God het zo gewild heeft. Dus het was Kees de tijd om te sterven. En of wij nou niet op zee geweest waren, of wel op zee, of aan land, of op de weg. Dan was op die minuut, op dat uur, had Kees ook gestorven. Geef mij